3:16 en wij gaan onderweg naar Duitsland. Zoals ieder jaar kan je gewoon naar de supermarkten om vuurwerk te halen. Dat gaan we ook nu weer doen. Er staat ons een reis te wachten van ongeveer 1,5 uur. Gaan we zo meteen ook weer achter in de rij aansluiten. Ik ben super benieuwd hoe lang die rij zal zijn. Maar jullie gaan het zo binnen enkele seconden zien. Wij gaan nu in de auto en dan is het blazen. Let's go. Zoals jullie achter mij kunnen zien, staat gewoon een aardige rij bij de Lidl hier in Duitsland. We gaan zo meteen achteraan aansluiten. Eerst even een karretje fixen daar. Straks kan je hier echt niks meer zien. Al die auto's staan hier geparkeerd, zoals ieder jaar. Nu zijn er nog best wel wat parkeerplekken. Het is momenteel, hoe laat was het jongens? Uurtje of... Uurtje vijf was het. Het is kwart over vijf, man. Kwart over vijf is het inderdaad. Even bewijzen voor iedereen. Zo. Ik ben niet eens moe, wist je dat? Maar ik ben inderdaad ook niet moe. Maar we gaan achteraan aansluiten. Gewoon even een karretje pakken. Nou. Ja, mensen, even een karretje pakken. Nu staan ze erop, vorig jaar waren ze op. Mooi, en we hebben gelijk bestellijsten opgehaald. Dus. Hier is 1. 5. Is 2. Zo doen we dat. En dat is 3. Had ze flats. 1 kar per persoon. We zijn al aardig opgeschoten. Er is een heel deel van de mensen staan al in de winkels. En als je hier even omheen filmt, moet je zien hoe druk het is. Echt chaos. Ik denk inderdaad, binnen een uurtje staan we wel buiten. En dan moeten we maar alles zien in te laden in de auto. Er is iets mis met een levering. Dus we moesten wachten op de volgende vrachtwagen, man. Je kijkt, het is 8 uur, mensen. 8 uur, man. We staan hier dus, hoe lang? 3 uur. Ja, 3 uur ongeveer. Het is echt bizar. Hey, die is van mij. Ik heb die missels niet gehad, man. Ja? Die auto. Mag niet. Mag niet? Na ongeveer 3 uur gewacht te hebben, hebben we op dit moment 2 karretjes. De helft hebben ze niet, dat is wel kloten. Waaronder dus die Tunnekings, die ze niet hebben zoals ieder jaar. Dus we gaan zo meteen in het volgende video proberen om ze wel te krijgen, zoals ik al in de intro video had gezegd. Maar wat een gedoe was het hier, man. Even serieus. We hebben echt 3 uur gewacht. Niet normaal, man. 3 uur gewacht. Hoe laat kwam je aan? 5 uur. 5 uur. En het is nu 8:30. Ja. 3,5 uur staan we hier. Niet normaal, maar dat komt dus allemaal omdat er dus een vracht al op was. Vraag mij hoe. Ik weet echt niet hoe dat zou kunnen. Ik hoop dat jullie minder problemen hebben gehad. Laat allemaal even in de reacties achter. Ik had het zo al bijna leeg. Ja. Collega kwam. En de laatste. Ja, die maakt er een foto van, hè? Hij is klaar. Gaan hem maar vertalen. Ja. Het is licht, hè? Binnen half. Het volgende karretje. Oh nee. Dat is binnen maar, jongen. Kijk. Kijk, die rij staat er nog steeds. Het gaat heerlijk het achterbakje in. Heel mooi neergezet. Nou, ik zal bij Aldi nog proberen. Nou, we kunnen weer video's schieten, toch? Godverdomme. Scoten. Oh, hier, deze moet erbij gooien. Hier, daaronder. Veiligheid. Oh, ja. En dan van mij nog. Nou, dat was hem. Achterbakje dicht. Hij wil nog een SO doen naar iemand. Naar wie? Shout-out naar Jesse. Naar Jesse. Shout-out naar mijn broer Fabian. En wij gaan zo meteen even door naar de Kaufland. Even kijken of het daar ook zo druk is. Ik hoop het niet, want het staat hier nog helemaal vol met mensen. Gelukkig zijn wij volgeladen. Het hele achterbakje ligt vol. Even zien, hè, voor de grap. Hoeveel mensen er nog staan. Dat is echt bizar, hoor. Je moet nagaan, dit stond 3,5 uur geleden ook al. Hè. Echt, nah. Snel de auto in, jongens. Het is echt koud. We staan nu voor de Kaufland. We gaan hier even snel naar binnen. Ik ben benieuwd hoe druk het hier binnen is. Namelijk altijd grabbelen hier naar de Bloody Marys en zo. Dus we gaan snel naar binnen. Ja.
Kijk. Even naar de koude man. Ja, dat klopt. Waar staan we nu op te wachten? Dus bij de Kouwland. Hoe het werkt weet ik niet. Het is hier echt graaien geblazen. Ja. Komen we eenmaal buiten aan. Eén Bloody Mary. Dus we gaan nu als de sodemieter naar een andere Kouwland. Om te kijken of ze daar wel meer Bloody Mary's hebben. We hebben in ieder geval één. En we gaan ook even naar een andere Aldi. Want het schijnt hier super druk te zijn. Ja jongens, zoals jullie net zagen. Helaas stond er een rij tot aan buiten. Bij de Aldi. We gaan nu naar Race. Daar gaan we ook gelijktijdig even kijken of daar ook een Kouwland in de buurt zit. En dan hoop ik dat we daar meer geluk hebben. Want het zit best wel tegen dit keer, man. Het is echt maar een kwartier verder. Maar ik hoop dat het daar na een stuk rustiger is. Ja, want dus, ik moet je zeggen. We kwamen dus bij de Lidl aan. Daar hebben we 3,5 uur gewacht op ons vuurwerk. En ja, er waren een aantal producten niet op voorraad. Waaronder natuurlijk de Thunderkings. In de info bestelvideo heb ik natuurlijk dat al verteld. Van waarschijnlijk gaan ze die Thunderkings niet eens hebben. Want die hebben we echt nooit gehad. Probeer ze al 5 jaar achter elkaar te krijgen. Black Eyes ook trouwens. Black Eyes was ook uitverkocht? Ja man. Nou, dat bedoel ik dus. Het is echt raar, maar ik weet niet wat er in Emmerich dit jaar aan de hand is. Maar leveringen gaan verkeerd en de vrachtwagen is op. Dus iedereen moet gewoon buiten wachten. Ik heb zoals jullie kunnen zien 1 Bloody Mary kunnen scoren. Eentje. En wat een chaos was daar. Niet normaal. Iedereen daar over elkaar mensen hangen. Mensen vechten voor Bloody Mary. Ja, ik heb dat nog nooit gezien in Emmerich. Maar misschien omdat we normaal gesproken nu al weg waren. Andere jaren. Ik weet het niet. Maar jullie gaan meekijken naar het avontuur. En jullie zien deze video al. Dus ja, voor jullie weten jullie, wij liggen op dit moment waarschijnlijk te pitten. Dus doe even, alvast even een duimpje omhoog, jongens. Normaal gesproken vraag ik niet om likes. Maar laten we gaan voor de 3000 likes. Zou wel heel tof zijn om te zien als ik dadelijk wakker ben dat we dat hebben behaald. We zijn dus nu bij de Aldi. Daar staat geen rij buiten. Dus we gaan naar binnen. Ik hoop dat ze alles nog hebben hier. En dat het binnen niet heel druk is. Hey Mies, kijk, zo doen we dat. Kartonnetjes. Hattere. Je had er gewoon 2, joh. Mag ik foto maken? Oh ja, tuurlijk. We hebben dus 2 karton, jongens. Wat een drukte. Helemaal top. Guardian. Klaar zo. Ja man. Dat is wel een mooi karretje. Ja, die gaan we zo even buiten even laten zien aan jullie. Moeten we nog wel even kijken of er een Kouwland in de buurt is. Nee, tussen de sla. Tussen de kopsla. Ja. Even kan gewoon. De buiten is binnen. 2 karton Artis. Omdat het leuk blijft. En hier had je nog genoeg, man. In ja, Race. Hey, en het was hier ook super rustig, hè? Echt, hè? Ja, nou ja, niet super rustig. Je kon het in ieder geval zelf pakken uit de schappen. Dus het was in ieder geval iets beter. We gaan nu even kijken waar mijn auto stond. Want daar ben ik ook even benieuwd naar. Waar stond die ook weer? Ja jongens, alles staat nu in de auto. En zoals jullie kunnen zien, zoals ieder jaar, kofferbakje vol. We gaan nog even naar de Rewe. Hier zo, even kijken of ze daar nog wat hebben. Even naar de Rewe. Gedrankenmarkt. Geen idee wat het betekent. Maar we gaan even kijken, hier een kartonnetje Artis. Binnenkort de collectievideo, zien jullie alles hiervan terug. Klopt. Voor nu, snel gaan gassen. Achterbak zit wel perfect, ja, mooi vol. Het is mooi achterbakje. We gaan even naar de Rewe en dan daarna zien jullie ons zo meteen in de auto weer. We staan nu in de Rewe. Dit is het rustigste vuurwerkwinkel waar we tot nu toe zijn geweest. We mogen hier niet filmen, dus het is een beetje sneaky. Geen Nederlandse tekst. Nice. Zijn we dan, welke winkel is het ook weer? De Rewe. We zijn in de auto, jongens, onderweg naar Nederland. En moet je kijken wat ik hier in mijn handen heb. We hebben uiteindelijk toch nog 5 Bloody Marys kunnen weten te bemachtigen. Dus we hebben er in de totaal nu op dit moment 6. En we wilden eigenlijk 10, maar we hebben toch op dit moment hebben er 5 of even kijken, nee, 6 ja, kunnen bemachtigen. 6. En dat is wel nice, want die gaan natuurlijk met oud en nieuw opgestookt worden. Er is een gigantische hunt op Bloody Marys dit jaar. Echt mensen die over tenen heen rijden en zo kregen we ook. Ja. Het is echt niet normaal. Ja. We zijn nu dus onderweg naar Nederland. Helaas file, kijk maar. Ja, dat is fucked up, man. En normaal gesproken brengen wij deze video al eerder online. Of zetten we hem eerder online. Maar jullie begrijpen nu waarschijnlijk waardoor het ietsjes langer heeft geduurd. Heel veel zat tegen met leveringen en zo. De meeste van jullie weten dat niet. Maar we zijn dus naar Race gegaan. Naar de Aldi. Om daar de Artis op te halen en zo. En toen zijn we weer teruggegaan naar Emmerich. Omdat we dachten misschien heeft de Kouwland nu wel de Bloody Mary. Nou ja, toen was het eigenlijk nog drukker. Toen ging ik broodjes halen. En deze jongens hebben toen toch nog de Bloody Mary kunnen krijgen. Dus daar ben ik super blij mee. Want ik hou zo ook gewoon lekker op mijn schoot. Achter ligt alles vol. Film maar even voor de grap eventjes dit stuk. Ja, kijk eens. Swords of Fire ook nog.
Lekker, lekker. Gekke cake. En de achterbak zit helemaal vol. Achterbak zit echt tot de nok aan vol. Zoals ieder jaar eigenlijk wel. 50.000 kilo. Dus binnenkort de collectievideo, die zal overmorgen komen. We gaan zo meteen de Nederlandse bestellingen ook nog ophalen. En jullie hebben kunnen zien, jongens, daar ben ik super hyped voor. Grote compound blokken. We hebben heel veel besteld. En dat hebben jullie kunnen zien in de bestelvideo. Die gaan we dus zo meteen en morgen ophalen. Die video komt ook nog, Vuurwerkshop in Nederland. En de totale collectievideo komt nog online. En ongelooflijk, jongen. Het is bijna 31ste, man. Tijd, snel. Tijd vliegt, echt waar. Tijd vliegt, echt als een gek. Het is echt bizar voor woorden dat het nu al gewoon 28 december is. Ik was 27ste. Mooi, man. Het is echt bizar, man. En dat we hier zo met... in ieder geval, we gaan dus nu richting huis. En we zullen er nog wel een stukje van filmen. Ik hoop dat jullie dit sowieso een leuke video vonden. Vergeet dan zeker niet even een like omhoog te doen. Ik zei al van laten we gaan voor de 3000 likes. En er komen nog genoeg leuke video's aan. Ook in het nieuwe jaar, januari. Blijven we uploaden. En laat even weten of jullie ook naar Duitsland zijn geweest. En geef misschien even een tip in welke stad jullie zijn geweest. Want ja, voor ons, Emmerich is echt de laatste keer geweest, denk ik, man. Veel te druk, joh. Echt wel. Alleen al 3,5 uur bezig geweest bij de Lidl om überhaupt je vuurwerk te hebben. Ja, er waren 10 mensen aan de beurt, toen was de hele vracht weg. Ja, daarom. Dat is echt bizar. Ja, man. Later.